aan de Indira Gandhiweg, zeg maar het gedeelte tussen de Willem Sabayo en de Persatweg, werd er vanmorgen wederom een verkeerscode opgetekend. De voorlopige informatie die we hier ter plaatse hebben gehad, is dat een zekere AK met zijn vrouw in de auto gezeten en een neefje kwam. Vermoedelijk kwam hij uit de Persatweg. En hij zou een rechtse bocht omschrijven om richting de zondagmarkt te gaan. Want vanuit informatie hebben we begrepen dat hij een marktverkoper is. Een buschauffeur die reed over de Indira Gandhiweg gaande richting Lelydorp. Moet op een gegeven moment, het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, met het andere voertuig in botsing zijn gekomen. AK was daarbij op slag dood, terwijl zijn mede-inzittende met de ambulance zijn vervoerd naar de spoedeisende hulp. Ook de buschauffeur in kwestie werd naar de EHBO vervoerd. De officiële informatie van het Korps Politie Suriname in deze wachten wij af. Dit was Gil Eik voor Sunweb TV.